In 's-Gravenzande is afgelopen weekend de pinautomaat van de Rabobank opgeblazen, waarschijnlijk met vuurwerk. Op sociale media laten inwoners weten rond 3 uur in de nacht van zaterdag op zondag knallen te hebben gehoord. En dat was ook het moment waarop de automaat werd opgeblazen. Niemand raakte gewond, de politie doet onderzoek. De geldautomaat was maandag nog afgegrendeld en de automaat binnenin de Rabobank is ook buiten werking.